And I want to hear you one more time for Jurgen Kroets. En natuurlijk de man uit België, Mark de Wit. 101 kilogram, 25 jaar en 1 meter 88. En als ik even kijk in de rechterhoekje bij mij, waar Jurgen Kroets staat, is hier een enorme zwelling op zijn rechtervoet. Mark de Wit. So, this is our first semi-final of this K1 elimination tournament here in the Netherlands. So it's a very important fight. Dus als de bel al zo meteen geklonken heeft en de acties beginnen, laat even goed horen jongens van wie je bent. De eerste wedstrijd in de tweede ronde, kun je maar zeggen, van deze K1 eliminatie gaat tussen de twee overblijvers uit die voorgaande wedstrijd. Oftewel Jurgen Kroet en Mark de Wit. Kroet in het zwart, de Wit de Belg in de witte broek. Drie ronden van drie. Lang. En meteen die bekende stijl van Mark de Wit. Bewegend om hem heen, geen moment stilstaand. Want die ook weet dat die harde trappen van Kroet veel schade kunnen aanrichten. Maar kijk naar de rechtervoet van Kroet. Drijmt. De rechtervoet van Kroet is zwaar gezwollen. Er zit een enorme plek op die wreef. Maar Kroet is erg vastbesloten en begint daar een offensief. De Wit countert met rechtshoog. Beide zijn mannen die over goede trappen niet beschikken. En dat is leuk, want zwaar gewicht en hoge trappen, je ziet het niet al te veel. Maar het wordt steeds en steeds meer gedaan. En dat is goed. De low kick van de Wit. En ik moet zeggen, ik heb de Wit diverse malen gezien. Maar ik heb hem nooit zo goed zien vechten tot nog toe als dat hij tot nog toe heeft gedaan in dit toernooi. Mark de Wit. Kroet is de grote onbekende in dit toernooi. Van alle anderen wisten we ongeveer hoe die zouden vechten, maar van Kroet was het nog steeds een vraag. Maar een vraag die misschien beantwoord gaat worden nu. Knieën door Kroet. Knieën, Heuken! Met die hoge knieën naar het hoofd. Problemen daar voor de Wit. Die moet daar weg uit die hoek. Die moet weg uit die hoek daar. De fysieke kracht is bij Kroet, dat is duidelijk. Hij is niet veel zwaarder, maar lijkt een stuk massiever te zijn. En de Wit moet nu op zijn benen gaan. Niet bij die touw hangen daar. Want daar is Kroet, die groter is en sterker, is hij beter. Hij is handiger erin. In die clinch. En nogmaals, deze twee mannen hebben dus reeds één partij de rug. Dat mogen we niet vergeten. Ja, weer die knie. Die knie voor Kroet. De Wit houdt niet echt van de clinchen. Het is toch meer een spelletje van Jurgen Kroet. Sloor,
Ja, en dan zie je natuurlijk ook de vermoeidheid die gaat meespelen. Wat wil je nou? Je hebt twee partijen reeds gevochten. Je bent in je tweede partij bezig. Dat is zwaar. Dat is een bijna onmenselijke situatie. Weer de levensstoot naar het hoofd. En daar moet Wit weg. Helemaal niet hangen daar. Rechterstoot. Goed werk daar door Jurgen Groet. Problemen van Mark de Wit die daar veel moet incasseren. En nou een losgeslagen Jurgen Groet. De Wit redt het nog eventjes. Red het nog even. Hoe lang? Hoe lang houdt dit vol? Einde ronde 1. Een hele zware ronde voor deze man, Mark de Wit. De Belg die een moeilijke tijd tegemoet gaat. Ben ik bang. Daar de leverstoot gevolgd door die knieën van Kroet. En dan zie je dat die rechterstoot al veel schade aanricht. En die knieën in hem niet toe. Mark komt daar niet goed weg uit die hoek en moet dan incasseren. En dat zijn geen leuke dingen die je krijgt van zo'n reus als die Jurgen Kroet. Mooie naam trouwens, Jurgen Kroet. Second round, round 2. En I want to hear you. Kom op jongens, laat nog even goed horen wie je bent. Het is de halve finale. Tweede ronde in deze tweede wedstrijd voor deze twee top zwaargewichten. Kroet in het zwart en de Wit in het wit. Moeilijk eerste ronde gezien zojuist voor Mark de Wit, de Belg. En de Zweed gaat op jacht. Maar schrijf de Wit nog niet af. Hij is bewegelijk. Lijkt in een uitstekende conditie te verkeren. Dus kan dat bewegen blijven volhouden. Als hij dat doet, is hij goed. Als hij dat doet en buiten bereik blijft. Grijp graag armen van Kroet. Dan heeft hij een kans. Maar het zijn die mokervuisten van die Zweed die zo keihard doorkomen. Daar weer, links, rechts, links, rechts. Ja, en die clinch, dat is toch de forte van deze Jurgen Kroet. We dachten aan het race van tevoren, het was de grote, gevaarlijke, onbekende in dit circuit, die Kroet. En dat maakt hij waar, hoor. Dat gaat hij maar waar maken. Jurgen, wie is dat man? Dat doet de trap nu. Kom hier nu. Want dit zijn slechte voortekens hier in de wedstrijd voor de Wit. Dat vallen. Hij zal weer die elastieke benen moeten gebruiken. Mark de Wit die kan zo makkelijk hoog trappen. Maar willen die benen nog? Twee partijen reeds gevochten. Of tenminste de tweede partij dus. En dan wil je niet meer zo lekker hoor. Dan hebben die benen te veel te gekregen. Dan sta je tegen zo'n reus als die Kroet en die komt er steeds goed door met die knieën. Ook Kroet voelt de spanning, voelt de vermoeidheid van die vorige wedstrijd. Beide ademen zwaar. Er wordt meteen ingegrepen bij het K1 systeem, zodra die clinch te lang gaat duwen. Er moet meteen gekniet worden. En dat is iets wat Kroet heel goed kan. De Wit wil maar eens blijven vasthangen. Hij probeert daar, ik snap het wel, weg te duwen en dan die trap te geven, maar hij zal moeten proberen met die vuisten wat meer iemand vast te gaan zetten, anders werkt het gewoon niet. En de Wit wacht te lang, hij is te passief. Weer in die clinch. Uitrusten. Het bitje van Kroet haalt hij halen met zijn mond. Dat is een teken hoor. Dat betekent dat hij ook qua conditie een beetje er doorheen zit. Geen echte veerkracht meer in die stoten. Ik maak me sterk dat wanneer de Wit wat meer gaat proberen, er veel meer uit zou komen.
Niet vergeten, vanavond een hele grote afterparty met natuurlijk alle vechters als mede die diverse VIP's. Gratis entree vanavond in de Café Plaza, Koordenmarkt nummer 19A, natuurlijk hier in Arnhem. Dus niet vergeten onze grote afterparty. Een reispas. Gibt's hier een reispas? Dat gehört zu Herr Schneppel. Horst Dieter Schneppel. Deine reispas is hier. Am Tisch. Second out, round 3. Derde ronde. And I wanna hear you. Ik heb een lichte voorsprong genomen. Ik sta voor de tweede groep. Omdat er nu eenmaal meer is aangevallen. Een sterkere indruk maakt en de wat doeltreffendere technieken produceert. De Wit is iets te timide, iets te afwachtend. Dat is goed. Begin met een high kick. En daar, die rechterstoot, ook die was raak. Maar kijk eens maar wat een gemak die reus kroet, die man op de grond gooit, alsof er niks is. Ja, die low kick van de Wit is goed, maar hij laat ze te veel eens achteruit duwen. Het is gewoon alsof Kroet er doorheen loopt. Het is de massa van Kroet. De spierkracht van deze oerzweet. Ja, en dat zijn hele harde trappen hoor. Die komen aan, je hoort ze ook. Een doffe dreun op die elleboog, op dat lichaam van Mark de Wit. Maar de Wit moet gaan terugvechten. Hij moet nu gaan proberen meer en meer te geven. Ja, de hoge trap van Kroet, maar die mist een beetje impact. Die mist te veel snelheid. De tijd schrijdt voort. Hij heeft weinig tijd. En de referee grijpt erin, want de cornerman, de hoekmensen, geven in zijn optiek te veel en te hard en te luidruchtig advies. Alleen maar wegbewegen is niet genoeg. De Wit zal moeten gaan aanvallen. Hij moet een tempo omhoog gaan, want dat kan ook hoor. Kroet zit er ook helemaal doorheen. Kroet zit er echt helemaal doorheen. Is stuk, is moe, maar heeft die kracht nog. Is gewoon fysiek de zwaardere, sterkere man. Nee, de Wit komt er niet uit. Dichtbij heeft het geen zin, daar doet eigenlijk Kroet wat hij maar wil. Er is weinig tijd voor Mark de Wit. Iedere seconde die Kroet erbij krijgt is in zijn voordeel. Vindt het prima, weet dat hij voor staat, dus weet. Ja, dat is goed. Maar nu. De man is zo sterk, die Kroet. Hij neemt het gewoon, incasseert het. Maar dat is niet genoeg. De Wit ontwijkt goed, mooi, leuk en wel. Maar er komt niks terug van hem. Hij moet die aanvallen overnemen. Alleen maar ontwijken is niet genoeg. Dan win je geen wedstrijd mee. En dat weet Kroet wel. Handen bij je hoofd houden, dat doet Kroet goed. Loopt naar voren. En maakt zich vooralsnog niet altijd druk over de technieken die Mark de Wit eventueel nog in huis heeft. Nog weinig tijd in deze derde en laatste ronde. En dat weet Kroet ook. Einde verhaal van Mark de Wit. Kroet wint deze wedstrijd, het kan niet anders. De Wit zegt nee, ik heb hem gewonnen. We zullen het zo zien. Ondanks dat de Wit goed en veel heeft ontweken, heeft hij minder gedaan. Mee is er ook een heel groot KNVB-eliminatietoernooi in Oberhausen. Ik denk Kroet. 20 mei groot. Ja, hij deed te weinig. En vanavond zo weer is een Café Plaza. Hij moet goed. Maar hij ontwijkt heel goed. Hij draait heel goed weg. Maar hij vergeet gewoon dat er ook een antwoord moet komen. Mocht het op beslist zijn, heeft hij mazzel. Dat is het enige wat hij kan hebben. Maar gewonnen heeft hij niet. Ik hoop het voor hem. Een beer is dat, hè? Een reus. De overtuiging waarmee Kroet vecht
is in een schril contrast met hetgeen dat De Wit laat zien. Het is gewoon de effectiviteit van de stoot ook die telt. En de trap. Het moet ontzettend fijn als je voeten hebt. Jérôme Le Danaire. Jérôme. Can you please come to the ring? I want to introduce you, ladies and gentlemen, to one of the big K1 finalists. En u hoort het applaus, dat is hier voor Jérôme Le Banner, de 120 kilogram zware Franse gigant. Die we allemaal hebben zien in de RTL 5 uitzendingen die hebben gedaan met de K1 het afgelopen jaar. De reus uit Bretagne. Thank you. En ook hier in Nederland inmiddels mateloos populair geworden. Maar goed, we wachten nog steeds op die uitslag. Want wie gaat door naar de finale? Is dat Kroet of Mark de Wit? Of komt er nog een ronde bij? Twee ronden in dit geval. Wordt het verlengd? De referee Kutje scores 28 against 30 points. 28 voor de red corner, 30 voor de blue corner. Referee Caesar scores 27 points voor de red corner, 30 points voor de blue corner. A referee Jurgen Kroet. De referee Smit. Referee Smit scores 29 points voor de red corner en 30 points voor de blue corner. Winner in de blue corner, Jurgen Kroet. Nee, Kroet gaat naar de finale, wint deze wedstrijd. En wie komt hij daar tegen? Dat weten we zo dadelijk. Als Venetiaan uitkomt in een Aero-Paris. De terechte winnaar, Jurgen Kroet. De man die de grote outsider was en die de grote onbekende was. Maar die hier alles waarmaakt wat zijn naam en zijn faam reeds beloofd.